Oeh, dit ziet er slecht uit. Dit is een valpartij met gevolgen. Twee mannen van Lotto Jumbo. En één man blijft daar midden op de streep zitten. Kijken wat er gebeurt. We hadden het er net over. Het ging allemaal zo goed. Maar daar gaat er eentje en dan kan je geen kant op. Oh, wat is dit een val. Cancellara ligt erbij. Dumoulin ligt erbij. Oh. Gruwelijk dit. En die tweede man van Lotto Jumbo. Die ligt daar verkeerd bij. Midden op de streep. En ik ben benieuwd wie dat is. We zijn er nog. Hij beweegt. Ja, hij beweegt. Hoge snelheid. Oliveira, de Portugees. Hangt er eentje. Dit is Cancellara. Oh, het zal toch niet waar zijn. Het zal toch niet op die plek zijn waar hij in het voorseizoen ook viel. Jos Bentes. Oh, dit ziet er toch slecht uit. Kijk, hier kan je die Franse jeu erin. Raakt een Villa. Die viel als eerst. Omdat ze naar buiten sturen. Ongelooflijk. Maar ze kunnen niet stoppen met die enorme. En nou, de koersdirectie legt het plat. Ja. Het gebeurt heel weinig. Kijk, die Franse jeu renner die een wiel aantikt. Omdat hij zijn werk heeft gedaan en dan weg wil. Het is eigen schuld. Het is onvoorstelbaar aan deze snelheid zijn dit de gevolgen. Ik kijk even weg. Abandon, Tom Dumoulin. Het zal toch niet waar zijn. Uit koers. De best geclasseerde Nederlander. De nummer 3 in het klassement. De drager van de witte Kijk trui. Hier, de woede van de renners tegen die gasten van de Sky die doorrijden. Moet je zien. Maar wacht eens even, Maarten. De eerste renner van de Tour die uitvalt. Is onze man. Waar we vandaag op hadden gehoopt. Als gevolg van die zware val.